In het treintje naar Alkmaar was alles nog goed gegaan. Hij zat log naast zijn vrouw, Fie, die onafgebroken babbelde. En hij luisterde niet naar haar, maar verstond toch wel wat ze zei met een soort derde oor. dat hij in 32 jaar huwelijk had ontwikkeld. Hij dacht aan de dood, die, nu hij 58 was toch wel binnen afzienbare tijd komen moest en hij hoorde hoe vie zei dat het zo verstandig van hem was geweest vandaag die snipperdag op kantoor te nemen, omdat hij er zo moe uitzag en dat de duinen en de zee hem goed zouden doen en dat ze in het mandje met mondvoorraad, dat op haar schoot stond, om hem te verrassen, een zelfgebakken boterkoek had zitten waar hij immers zo van hield. En ofschoon hij nog steeds dacht aan de dood, zei hij precies op tijd: Ha, lekker. Nee, in dat treintje ging het nog wel goed. Maar in de bus naar de Duinen passeerden ze dat reclamebord van de firma waar hij werkte. En toen begon het: Hij dacht aan meneer De Vries, zijn baas. De jonge meneer de Vries, die zijn pa had opgevolgd. Er was geen man op aarde die hij zo diep haatte. Hij hoorde de door het studentenkoor verminkte stem, waarmee de snotneus op de stafvergadering tegen hem zei: Meneer Van Dalen, ik berust in het feit dat uw bevattingsvermogen begrensd is, maar zelfs met uw uw beperkte intellectuele vermogens moeten toch tot u doordringen dat dit een zeer dom plan is. Zulke dingen, zei hij, waar iedereen bij zat. Hij sidderde. Heb je het koud? vroeg Fie bezorgd. Nee, het is juist wel lekker fris, dat briesje in de bus, antwoordde hij. Toen ze in de duinen liepen, begon hij te bedenken hoe heerlijk het zou zijn de Vries te vermoorden. Het was een dagdroom, maar een mooie. Gewoon zijn kamer binnengaan en hem doodschieten achter zijn bureau. Aan zo'n revolver was wel te komen. Eerst kloppen, nog één keer die rotstem jij yeah, binnen horen roepen en dan paf. Voor de dood intrad zou hij nog zeggen, vuile ploert. Ha, wat is het heerlijk vredig hier, zei Fie. Ja, die stilte, antwoordde hij. Je knapt er helemaal van op. Toch zie je er nog moe uit, vond ze. Laten we hier even gaan zitten. Het is zo'n beeldig plekje. En wacht, hier is je stuk boterkoek. Voorzichtig hoor. Hij is een beetje vet uitgevallen, maar wel lekker. Ha, fijn, riep hij en hij begon te eten. Nee, die revolver was het niet. Dan zou hij onmiddellijk uit zijn lijden zijn. Het moest heel anders gebeuren. Gewoon zijn kamer binnengaan, hem bij dat vieze haar van hem pakken, hem uit zijn stoel naar de muur sleuren, hem tegenaan drukken en dan langzaam, heel langzaam met het scheermes zijn strot afsnijden. Hij zou de doodsangst in die arrogante ogen zien. En zijn vieze lauwe bloed zou langs zijn handen vloeien. Hé, hey, wat doe je nou? zei Fie. Je handen aan je goede broek afvegen. Ik zei toch al dat de koek een beetje vet was uitgevallen? Malle. Gebruik toch je zakdoek? Ik heb vanmorgen nog een schone voor je klaargelegd. Uh, het spijt me, zei die. Ik, ik, ik dacht even aan iets anders. Hij haalde de zakdoek uit zijn zak en hij besloot nu op te houden met het moorden. Het lukte aardig, ze genoten van de duinen en ze zagen de zee die het maar goed had. Die deed maar stormen, rustig wezen af hè? wat een zee zo invalt. Nee, het was best een aardig snipperdagje, maar in de bus terug naar Alkmaar reden ze weer langs dat bord. En hij dacht weer aan morgen en aan het kantoor. En aan de jonge meneer de Vries. Hé, het was heerlijk, zei Fie. Ik voel me of ik een week vakantie heb gehad. Hij knikte. Nu wist hij opeens de fijnste manier. Hij zou met een smoes naar het huis van de Vries gaan, hem neerslaan, handen en voeten binden, touw nam hij wel mee, en zo, goed gebonden, zou hij hem in het bad leggen en dat dan langzaam laten volgen. Als het vol was, zou hij hem op de bodem drukken en hem daar laten verdrinken. Eerst rustig kijken naar de radeloze ogen, dan naar het blauw worden en het langzaam naar buiten treden van de tong. Ja, dat was het. Hij glimlachte. Zie je nou wel, zei Vie. Dacht je, heeft je echt goed gedaan. Je ziet er nou weer verkwikt en vrolijk uit. Hij knikte en keek naar haar rond, goedhartig gezicht. Hij voelde een diepe, warme liefde voor haar, die hem bijna ontroerde. En de plotseling in hem opkomende gedachte aan de gruwelijke mogelijkheid dat zij eerder zou sterven dan hij, deed zijn hart ineenkrimpen.